ik dus undercover als haataccount. Oké, een fanaccount heeft mij dus serieus geblokkeerd. Oh my god. Oké, we hebben dus officieel ruzie met fanaccounts nu. Hoi hoi, sorry dat ik je voor de tweede keer alweer geprankt heb. Maar... Oké, de prank is denk ik een beetje uit de hand gelopen, want fanaccounts worden nu echt heel erg boos. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat ik een tijdje geleden ook al gedaan heb. Alleen ga ik vandaag het tegenovergestelde doen. Een tijdje geleden ging ik namelijk in een van mijn video's undercover als fanaccount op Instagram. Nu kreeg ik onder deze video's wat vragen met de vraag of ik ook een keertje undercover wil gaan als haataccount op Instagram. Dus vandaag gaan we een haataccount van mezelf aanmaken en gaan we dus undercover. Hebben jullie alvast zin in de video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren en let's get started! Ik ben even aan deze kant van het scherm gaan zitten, zodat jullie straks goed met me mee kunnen kijken aan deze kant van het scherm. Ik ga hier straks namelijk een schermopname neerplakken van mijn telefoon en dan kunnen jullie gewoon gemakkelijk meekijken. Ik moet natuurlijk als eerst beginnen met het aanmaken van een haataccount. En ik vind het heel erg raar om te doen, want kijk, een fanaccount of zo, dat is toch wel een soort van makkelijker. Maar een haataccount is natuurlijk heel erg negatief. Dus ik zit nu op Instagram en ik moet nu een naam toevoegen. Maar wat voor naam? Doe je dan Bo Hater of... Oké, zet het er gewoon neer Bo Hater. Dat kunnen allemaal nog veranderen. Dit is namelijk niet de gebruiksnaam. Bo Hater. Ik moet nu een gebruiksnaam gaan maken. En ik zit even te denken wat ik dus ga doen, want mijn volledige naam is dus Bo Hater. En ik zit eraan te denken om iets van Bo Potman laagstipje Hater of zo te doen. Of Haters Bo of Bo Haters. Ik weet het niet, maar ik ben misschien bang dat als ik dat doe... Dat het misschien te doorzichtig is. Dus dat fanaccounts te snel doorhebben. Maar eigenlijk is dat wel het enige wat ik kan bedenken. Bo Potman Haters. Is dat er al? Gelukkig, het is er nog niet. Nou, ik ben 18 jaar of ouder voor Instagram even. En dan... Oh. Oh, nice. Ik krijg een melding in beeld dat ik via mijn telefoon geen nieuw account aan kan maken. Omdat ik te veel nieuwe accounts heb aangemaakt via hier. Dus ik ga even snel mijn MacBook het account aanmaken. En dan ga ik zo meteen via hier weer inloggen. En dan kunnen we verder op mijn telefoon. Ik heb het account aangemaakt zoals je hiernaast ziet. En ik kan nu in het account, ik heb het via de MacBook gedaan en via daar wilde het wel. Ik moet nu even een biootje gaan maken en een profielfoto. En ik denk dat ik als profielfoto gewoon een foto van mij ga doen. Of een lelijkere foto uit een thumbnail bijvoorbeeld op YouTube. Dat is het voorplaatje dat je ziet. En dan ga ik dat gewoon heel erg inzoomen, weet je wel. Want dat is sowieso niet mooi. En dat zie ik wel vaak bij haataccounts terug. Niet dat ik ooit zelf haataccounts heb, maar ik heb dat wel eens gezien bij anderen. Weet je wel, dat wel dingen zijn wat dan snel gepost wordt. Ja, ik ga denk ik even een profielfotootje pakken. Zoals je kan zien heb ik een profielfoto gekozen en het is best wel een lelijke, vind ik zelf. Dat heb ik echt zo ingezoomd, dus niet zo erg mooi. En ik moet nu even een bio bedenken. Oké, ik heb een bio gemaakt en ik vind het heel raar om te doen en om te zeggen. Maar ik heb als bio nu vreselijkste YouTuber ooit en dan zo'n kots emoji. En dan volgt het account voor allemaal verhalen en rare nieuwtjes over Bo. Nou, ik vind het helemaal top. Ik ga even... Ja, het is nu opgeslagen en dan ga ik nu heel veel fanaccounts en fans van mij volgen waarvan ik weet dat die altijd op dingen reageren en zo. Ga ik even doen. Ben ik denk ik even mee bezig. En dan ben ik heel benieuwd naar de eerste reacties die we krijgen. Oh my god, ik heb nog niet eens een foto geplaatst. En ik ben echt denk ik 1 minuut fanaccounts gaan volgen. En ik krijg al van Bo is my queen X. What the fuck? En van Poppelaars heb je Squad ook al what the fuck. En dan met zo'n face emoji. Ik ga er even op reageren. Oké, ik heb gestuurd Bo is de stomste YouTuber ever. En nu moet ik ook nog op die andere reageren. Oh, ik stuur naar Poppelaars heb je Squad. Gadver Bo is echt stom voor haar video's. En toen ik dat stuurde, kreeg ik tegelijkertijd van haar een berichtje. Waarom haat je Bo? Ze is de beste. Oh, ik vind het zo zielig. Want zij zijn altijd super lief en zo. En dan kom ik nu als haataccount van mezelf. Van, hey, hoi, ik kom even alles hier opfucken. Nice. Oké, ondanks dat de twee fanaccounts best wel boos reageerden, zijn ze me wel gaan volgen. Of in ieder geval zijn mijn haataccount terug gaan volgen. En ik krijg nog een DM-bericht van een ander fanaccount. Die stuurt ook what the fuck. Ze sturen allemaal what the fuck. Ik ben nu een post aan het maken en ik ga hier stiekem zelf wel een beetje stuk om. Want zoals je ziet, het is echt heel lelijk. Ik heb gewoon stukjes aan mijn YouTube-video's even gescreenshot. En die ga ik dan dus gewoon inzoomen en op Insta zetten. We moeten nu nog een caption gaan bedenken. Wat gaan we erbij zetten? Ik heb de tekst klaar en ik heb expres een hele, ja, wat zeg ik?
kinderachtige tekst gemaakt met heel veel van die spelfouten, dingen verkeerd en neergezet, met emoties op gekke plekken. Dus ik heb nu Boha YouTube video's zijn zo dom en vreselijk, kots emoji. Volg dit account, want hierop zet ik allemaal rare nieuwtjes over Bo. Lach emoji. Tag haar hier beneden in de reactie zodat ze dit ziet. Oké, we gaan het gewoon posten. Tadadaa, spannend. Ik heb nu de foto geplaatst zodat jullie kunnen zien. En ik heb niet heel veel reactie nog binnengekregen verder. Dus ik ga nu even wat fanaccounts DM'en. En ga ik ze gewoon bericht sturen van eeuw Bo of eeuw dat of... Ik ga even kijken wat ik ga sturen, maar ik ga in ieder geval heel veel mensen even een DM sturen. Ik heb net 6 minuten geleden een foto geplaatst en ik heb nu in een story van een fanaccount zie ik staan. Een screenshot van het haataccount en dan rapporteer dit account nu meteen. Love you en dan @bopopman, @miloepopman, @rooskopman. Dit heeft 4 minuten geleden naar story gezet. X-laagstreepje bovenaan X-laagstreepje of laagstreepje X aan het einde. Maar dat heeft ze dus in een story gezet. Oké, er zijn al best wel veel reacties onder mijn haatfoto op mijn haataccount. Als eerst zegt liefs.noor, waarom haat je hier? Ze is de beste. Dan weer dezelfde als in het ook in haar story had gepost, xbo van x. Hey, ik zou stoppen met Bo haten. Reageert xfan xbo daarop, inderdaad zo zielig. Zegt ze ja, precies. Ze is een hele leuke YouTuber en dat jij niet mag. Oké, jouw probleem, in caps lock. Maar doe niet zielig om een haataccount voor haar te maken. Want iedereen heeft zijn eigen mening, maar maak gewoon geen haataccount aan. Dankjewel. Blozende emoji. Super cute dat ze dit zegt en dat ze helemaal opkomt en zo voor mij. Dan volgens zegt xfan xbo nog, jezus, hou gewoon je bek. En volgens ga niet haten. Tuurlijk, je mag een mening hebben, maar dit is te zielig. Oh, ik vind het zo zielig dat ik hun loop te flashen eigenlijk. Nog een fanaccount heeft in zijn story gezet. What the fuck? Edbo Popman heeft een haataccount. Oh my god. Een van de fanaccounts die net ook mij gedm'd had en het in haar story had gezet dat ik dus een haataccount was, heeft mij geblokkeerd. Want als ik naar haar account toe ga, staat er gebruiker niet gevonden. Ik ben even geswitcht van het haataccount naar mijn eigen account via Insta. En ik heb dus een paar groepsappen waar ik regelmatig gewoon in praat tegen de fans. En ik zie wat chatberichten staan. We gaan ze even openen. In de eerste groepsapp. Rapporteer allemaal dit nu meteen. Iemand anders al gedaan. Waarom volg je dat account? Ik volg haar niet, ik volg haar niet meer. Oké, dus dit is de eerste groepsapp. De tweede. Rapporteer allemaal dit account nu meteen, babes. Oh my god, Popman Squad, die is me aan het videobellen. En ik wil eigenlijk nog even wachten met het onthullen. Dus ik wil niet opnemen. Popman Squad heeft mij dus al een paar keer geprobeerd video te bellen. En ze stuurt nu, neem dan op. Ik zeg, haha, nee, eeuw. Zegt ze, durf je niet zeker. Oké, we hebben dus officieel ruzie met fanaccounts nu. Oké, de prank is denk ik een beetje uit de hand gelopen. Want fanaccounts worden nu echt heel erg boos. En gaan we proberen te bellen, et cetera. Omdat ze het dus echt niet oké vinden dat ik dus een haataccount van mezelf heb aangemaakt. Nu weten zij niet dat ik dit haataccount aan heb gemaakt. Maar ze vinden het hele haataccount sowieso echt niet chill. Het is denk ik maar tijd voor een onthulling. En ik ga denk ik alle fanaccounts waarmee ik mee gesproken heb via DM een filmpje sturen van hoi, ik ben het, sorry. Ik vind het heel moeilijk om te doen, want ik weet niet, aangezien het ook al in heel veel stories en zo staat en mensen nu dat account aan het ontdekken zijn. Hoi hoi, sorry dat ik je voor de tweede keer alweer geprankt heb, maar ik ging vandaag voor een nieuwe YouTube video undercover als haataccount. Sorry dus voor alle gemene berichtjes, alle gemene posts, maar heel veel liefde voor jou. Doei doei! Dan was dit er weer de video en ik vond het echt een hele gekke video om op te nemen. En we kunnen wel soort van zeggen dat ik geslaagd was, maar op een gegeven moment ging het wel heel erg ver. Nu zijn gelukkig de fanaccounts niet boos of iets, dus zijn ze alleen maar heel erg blij dat ik het was en niet dus een echte hater. Vond je de video dan leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En wil je nou nog veel meer van mij zien? Ik maak sinds 2 weken nu weekvlogs op mijn kanaal. Wil je die checken of heb je ze nog niet gecheckt? Even een linkje in de beschrijving. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!